Dus in de bocht. Ik kan het niet meer hebben. Laat ze maar lachen. Nu bij RTL 4. En dit is de man met nog steeds de hoogste lachcijfers. Hij keeps the lach alive. Hier is Ron Brandsteder. Goedenavond. Hartelijk welkom. Dames en heren, thuis ook, leuk dat u er bent. En zonder u zouden we helemaal nergens zijn. En ik zag u wel zitten lachen, hoor. Mijn kop in de lachspiegel. U had het naar uw zin, hè, meneer? Maar u zou zelf ook eens af en toe in die lachspiegel moeten kijken. Dat kan namelijk heel verhelderend werken. Je moet jezelf niet al te serieus nemen. Dat geldt voor mij, het geldt voor ons allemaal. De wereld zou er wat beter uitzien als we af en toe wat harder om onszelf kunnen lachen. Moet je zelf niet al te serieus nemen. Dat geldt voor de drie gasten die hier zo plaats gaan nemen. En laten we meteen maar de eerste bij u aankondigen. Daar komt ze, hoor. Onze eerste gasten begon net als wij allemaal eigenlijk als een hartveroverende leuke baby. De volgende stap was fotomodel. Ja, dat zie je nog. Al op 5-jarige leeftijd maakte zij die stap en daarna begon ze aan een stormachtige carrière waarvan het eind nog niet in zicht is. Hoewel ze in IJsselstein geboren is, heet ze toch Lieke van Lexmond. Ja, nou jongens. Vanavond. Onder rug nummer 4. Nee. Wat een prachtige entree. Ga zitten. We hebben een glaasje water. Ben je op paard gekomen? Ik ben heerlijk op het paard gekomen. Oh. Ja. Je ziet er wel heel stoer uit met rug nummer 4. Lieke, ja. Nou, ik denk dat we iedereen of veel mensen plezier doen dat je hier bent. Je bent heel veelzijdig. Acteren, presenteren, zingen, muziek, lach, bid, huilwerk en bewonder. Ja. Het maakt je allemaal niet uit. Is dat een voorgeplande carrièreaanval of heb je daar niets over nagedacht? Nou, eigenlijk niet. Ik ben wel van jongs af aan al mee bezig geweest, dat ik het gewoon heel erg leuk vond. Maar je moet natuurlijk ook de kans krijgen en je weet natuurlijk nooit of je die kans überhaupt gaat krijgen. Dus iedere keer dat er weer wat op je pad komt, wat gewoon lekker matcht met je levensstijl op dat moment en met je, je passie. Je hebt een goede instelling. Je zegt niet gauw nee, dat is niks voor mij. Nou, vaak proberen en dan kom je er vanzelf achter of het echt niks is. Je pakt het aan. Precies. Ja. En de praktijk is de beste leerschool. Nou, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Ik denk dat wij heel end kunnen komen samen. Kijk. We zitten nu al op één. Nou, dat gaat heel goed. Even kijken wat er op bladzijde 2 is. Oh jee. Oh, nee. We gaan even kijken. Want ik wou zeggen, kijk, als je een brede carrière hebt, hè, en met zingen en dansen enzovoort, dan schiet je eigenlijk met hagel. En dan hoop je maar dat het wat wordt, hè? Dat kan je een beetje zo absoluut vergelijken. Absoluut, ja, absoluut. Beperk je. Laat me even uitspreken. Ja, het is mijn show. Als je je beperkt tot één terrein, dan schiet je met scherp. Jij kan ook goed bokken schieten. En dat wou je even laten zien. Oh. Nou, mam, nu moet je echt ophouden. Ik ga wel. Nee, je gaat helemaal niet. Je bent mijn gast. Doe eens normaal, man. Wat flik jij me nou? Godverdomme. Hoe kom je aan die stoel? Aanval in de set. Ik kon het niet meer hebben. Klem. Ik ben zo even weg, is dat goed? Ja, natuurlijk. Laat dat nou staan. Nou, ik ruim het toch gewoon alleen maar even op. Alsof jij het anders doet.
Wat zeg ik? Wat? Charlie weet heel goed wat er mis is met die jongen. Daar heeft ze jouw visie niet voor nodig. Nee, wat is de jouwe dan? Wat moet ze horen dan? Dat hij de druk niet aankon, dat hij de stap niet durfde te zetten, dat hij zich misschien nog wel bedenkt. En jij dan? Komt hij binnenvallen met die olifantspoten van je een beetje om je heen trappen? Dat helpt. Dat krijg je nou. Het kan gebeuren. Ja, het kan allemaal gebeuren, ja, dat blijkt. Ja, maar ik vond het een wonderlijke collage. Al die foto's bleven aan de muur hangen en het lijstje donderde naar beneden. Ja, het was heel apart. Heel apart, maar je hebt wel plezier erin. Hè, zo ja, ik heb eigenlijk soms misschien iets te veel plezier erin. Ja, moeten ze je af en toe een beetje temperen? Nou, temperen, ik kan nogal snel in de lach schieten. Oké, okay, nou, ik ga jou vanavond niet temperen, hoor. Oh, oké. Okay. Voor mij schiet je elke keer in de lach, maakt niet uit. Oké. Okay. Wij gaan onze tweede gast verwelkomen. En deze hardwerkende Noes de Vries, die is vanavond al klunend naar Aalsmeer gekomen. Bekend bij jong en oud, man en vrouw, maakt niet uit, want hij balanceert op het slappe koord tussen sport en showbiz. Maar zo te zien, rijst de vraag, is hij zelf al in balans? Kom maar naar beneden, Wilfred Gené! Ja hoor, ja, dat is het. Wilfred, hartelijk leuk om je hier te verwarmen. Nee, toch weer, ja, vier. Hallo, rustig aan. Wij hadden twee afgesproken, maar jullie kennen elkaar nog niet zo. Nee, daarom. Dus wij doen het gelijk goed. Hè? Het gaat meteen. Maar, Wilfred, ik begrijp best dat jij jouw aanwezigheid hier optimaal wil benutten. En hoogtepunt in mijn carrière, dit, hè? Meen je dat nou? Ja, absoluut. Was het toeval dat je bij de tv kwam, of was het een uitgestippelde manoeuvre? Nou, ik wilde eigenlijk topvoetballer worden, maar ik had absoluut geen talent. Echt helemaal niks. Ik was echt heel slecht. Wat speelde je? Wat voor positie? Ja, ik was keeper en keepers zijn gek, hè? Dus keeper. Dat is sowieso al een probleem natuurlijk. En toen was ik een jaar of 12 en toen zat ik met mijn zusje naar de televisie te kijken. En toen was Kees Jansma in beeld. En toen zei ik tegen mijn zusje, dat wil ik worden. En toen zei ze, kaal? Ik zei, nee. Sportpresentator wil ik worden. Ja. En, ja. Maar terwijl je toch burgerlijk en sociaal-economisch recht hebt gestudeerd. Niet over praten? Nee, dat is... Vond je iets te burgerlijk? Ja, nee, ik was een prototype rechterstudent. Ik wilde dus tv-presentator worden. Wij komen uit het burgerlijke Friesland. Katholiek gezin, geweldige opvoeding gehad. En voor mijn ouders was het natuurlijk heel bijzonder dat ik kon gaan studeren. En toen had ik al wel zoiets van, laat ik het dan maar gaan doen. Ja. Dan mag ik de rest van mijn leven de dingen doen die ik echt leuk vind. Ja, ja, ja. Dus dat heb ik gedaan. Oké, en tot nu toe vind je het erg leuk? Ik vind het tot nu toe erg leuk. En wat je zegt, ik mag heel veel verschillende dingen doen. Ik ben soms een testbeeld van RTL 4 en 5. Want dan, als je op maandag soms en boulevard doet en sport, dan wordt het ook nog eens herhaald. Dus waar je ook kijkt, dan kom je die kop van mij tegen. Dat is echt verschrikkelijk, lijkt me dat. Het is, onontkomelijk. Ja, dat is hopeloos inderdaad, ja. Maar excuus daarvoor ook, hoor. En sociaal-economisch is het ook wel interessant. Ik klaag niet. Nee, absoluut niet. Nee. Ik woon inmiddels in Amsterdam en ik heb een eigen etage. Dus dat is wel heel wat. Met eigen opgang? Nee, ik moet wel vier trappen op. Dus, maar zo blijf je in conditie. Ja. Maar het vergt... We moeten in conditie blijven, want het vergt ook veel van je. Daar hebben wij bewijzen van. Oh jee. Het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. En daar gaan we nu even naar kijken. De jacht op vuurwerk gaat onverminderd door. En zoals elk jaar is er weer het een en ander om te melden. Rellen, ontploffingen en natuurlijk die bergen vuurwerk die beslag zijn genomen. John. Ik denk, er komt een beta. Maar Albert Blondie en José Carreras hebben wel een bijzondere groep gevonden. Ja, die zetten zich in voor mannen met erectieproblemen. En het is natuurlijk heel makkelijk om er nou met z'n allen om te gaan zitten lachen. Oh, nou, wat is het? 5 voor 7, we gaan even los daarop. Maar ja, het zijn... Wilfred lacht daar helemaal niet om. Nee. Maar mannen, kijk, die... Is dit vanavond? Pak Wilfred met z'n allen dag, zeg. Ja, jongen. Het is helemaal niet om te lachen. Ja. Ja, je komt in een rijdende trein, hè? Ik bedoel, het is een rijdende trein en dan moet jij die boven vangen en dan gaan ze je een beetje testen natuurlijk. Ja, het is een trein, ik heb het ooit eens omschreven als... Kijk, Albert is de stoker en normaal gesproken is Bo de machinist. Ja, ja. En dan mag ik ze nu ook de machinist spelen. Maar ja, ik zit altijd te zoeken naar de knopjes en nu en dan. Want ja, die trein die rijdt zo hard, dus ik denk, waar zit de rem, waar zit het stuur? Nou, lijkt me een stuur wel heel lastig op een trein trouwens, maar dat geldt terzijde. De dodemansknop moet je vasthouden. Die heb ik nog niet eens gevonden, kun je nagaan. Ja. Dus,
Ik zou er niet verder naar zoeken, maar het gaat heel goed. En de kijkcijfers die bewijzen het allemaal. Lieke zit ook te knikken, dus absoluut. Bij Lieke kan je dankjewel, ook helemaal geen fout. Ja. We gaan gauw rustig aan, de avond is nog helemaal jong. Goed. Ik heb de knoppen gevonden, zei je dat? Absoluut! Oh. Okay. Is toch niet een geloof, je nodigt ze uit. Ja, ik... We gaan wel volgens het spoorboekje. Onze derde gasten is ook alweer zo'n alleskunner. Ze heeft vele talenten en legio mogelijkheden. Kijkt u maar. En u en ik weten, dan loopt je kop om. Dan weet je soms niet meer van links en rechts en wat onder en boven is. In de achtbaan van de Nederlandse tv zit zij voornamelijk in baan 2. Zij is een van de knapste koppies van de Tros, familie. Hier komt zij, mijn grote wens. Hier is Nens. Groet elkaar even. Ja, ik vind het allemaal jullie hebben elkaar al gezien. Maar... Valt mij, hè? Ja. Laten we dan maar zeggen dat jullie elkaar een beetje sterkte toewensen. Want jullie zitten toch een beetje in hetzelfde schuitje. En dat proef ik vaak. Het is nergens voor nodig. Maar oké, we gaan het allemaal beleven. Nens, had ik al gezegd dat we blij zijn dat je er bent? Ja, nu wel. Dankjewel. Okay. Hoe gaat het met je? Goed? Waanzinnig, ja. Oké. Absoluut. Nou, we hebben alles gevolgd van jou. We, uiteraard Lingo, maar dat doen we al heel lang. En je avonturen met het Songfestival. We hebben er ook mooie beelden van. Jij hebt alleen maar een voornaam, Nens. Het is Wilfred Gené, Lieke van Lexmond. Dat is wel iets chiques, dat je alleen maar... Hè, dat heeft Romario. Johan. Noem dat nog eens op haar. Wie? Gordon? Gordon. Ja. Ja, ik zou hier weer... Ja, het heeft, nee, maar ik zei net, het heeft iets chiques, maar... Nee, maakt niet uit. Je hebt een druk bestaan. Iedere dag, iedere werkdag Lingo. Ja. Dat gaat nog steeds goed. Gaat nog dat steeds gaat maar ook goed, ja. En nu het Songfestival. En dat kan ik begrijpen. Je zat in die routine van het Lingo. En plots is dat Songfestival, op de weg naar het Songfestival, is weer een heel ander vak. En daar moet je even aan wennen. Helemaal niet erg. Nou. Maar wij kunnen ons echt wel voorstellen dat het af en toe iets te veel voor je werd. Ja. En dan ontplof je. Dat is menselijk. Maar wat jij heel goed doet, is dat je het eruit gooit. Want opkroppen, dat is zo slecht. Nee, is niet goed. Nens, gooi het eruit. Op zoek naar liedjes voor 2004 werden er speciale selectieavonden gehouden in het land. Componisten konden met hun demo naar een regionale omroep komen. Oké. De beste nummers van de avond worden aanbevolen bij de officiële selectiecommissie. Voor het Songfestival. Van het Songfestival. Ja, we zijn erbij. Componisten konden met demo's naar een regionale omroep gaan en zich Componisten konden met hun demo naar een regionale omroep kopen. Componisten konden met hun demo naar een regionale omroep komen en daar kregen ze een mening. Dat is fijn! Op zoek naar liedjes voor 2004 hebben we in het land een aantal selectieavonden gehad. Tot helemaal dit. Dit. Later op de avond. Later op de avond. We gingen er een brandje ergens. Welkom bij SBS6 Hart in Actie. Jullie zijn klaar? Ja, dank je. Oké. Op zoek naar liedjes voor 2004 werden er speciale selectieavonden gehouden in het land. Componisten konden met een demo naar een regionale omroep kopen. Kopen! Verpieren! Mensen, je bent het toppen. Ja. Nou. Dit is nog maar het begin. Het wordt vanavond heel leuk met peren. En straks dan gaat Wilfred die gaat nog de carnavalshit zingen. Oh, en, ja? Ja, dat weet je niet. Oké. En Lieke die heeft zichzelf niet meer in de hand. En we zien ook een nukkige Nens. Dus alle reden om bij ons te blijven. Tot zo. Zometeen gaan we verder met Laat ze maar lachen. Daarna Crime Scene Investigation. Gevolgd door Las Vegas.
bij Langs als Leven. Leuk het programma? Langs als Leven. Hey, laat ze maar lachen. Vanavond met Lieke en Wilfred en Lens. En dit is een mooi stelletje, hoor. Daar kunnen we veel van verwachten. En wij zijn niet alleen een programma wat op zoek is naar de lach. Wij gaan ook een reis maken vaak door de tijd. En we beginnen met Lieke om haar eens bij de hand te nemen. En we gaan 17 jaar terug. Jouw debuut op de buis. En dat was in een reclamespotje. Dat klopt. Dat is inderdaad heel erg lang geleden. Ja. Oké. Okay. Het zijn heel vertederende beelden. En laten we het eerst maar even gaan kijken. Lieke in de soepreclame. Die beter gevulde soep is lekker, hè? En er zijn nu ook nieuwe Chinese smaken, zoals Chinese tomatensoep met omeletreepjes en... Mama, mag ik het nou weer? Tauge. Oh ja. Of Chinese groentesoep met tauge en... Omeletreepjes. Oh ja. Leuk, hè? Ik vind dat we hebben. Eerste ding, zo is het een beetje begonnen. Je allereerste ding. Toen was je een jaar of vijf? Vijf jaar. En je ziet het al gelijk, ze heeft het. Nederland ging massaal plat voor de soepreclame. En iedereen ging aan de omelettenreepjes. Hebben we nog heel lang gegeten. Ja, dankzij jou. Fantastisch, leuk. Leuk om te zien. Bij jou, Wilfred. Oh jee, ja. Alles is zonder verdoving hier, dus je moet eraan geloven. Was het ook gelijk duidelijk dat jij het ook had? Of had je iets langer nodig... Nee, ik dacht niet dat ik gelijk het talent had. Ik had wel de drive, ik had wel de ambitie, ik wist wat ik wilde. Ja, dat is al één ding, ja, dat je ambitie hebt. Heel belangrijk, dan kom je uit Friesland, dat is al een tweede handicap natuurlijk. Ja, en weet je dat Fries dan gelijk heel boos was als ik dat zeg, wat gewoon grappig bedoeld is eigenlijk. Maar, ja, dus ik vind ook niet dat je gelijk, het is ook een pre. Het is eigenlijk een pre inderdaad. Maar wat ging je doen? Je ging tijdens je studie al voor de omroep werken, de regionale omroep? Ja, lokale omroeporganisatie Groningen. Omdat je studeerde in Groningen? Ik studeerde in Groningen, inderdaad, ja. En dan mochten we alles doen wat we zelf wilden. Dus decorstukken vielen om en niet iedereen wist wat hij deed. Cameramensen vergaten knopjes in te drukken, dus waren er vaak geen opnames. We gingen voetbalwedstrijden opnemen. En dan hadden we 3 doelpunten gemist, omdat 2 batterijen niet werkten. En de cameraman was een band aan het wisselen. Toen werd het 4e doelpunt gescoord, riep onze commentator. Nou, die hebben we. Toen riep de commentator, nou, sorry, ik was net de andere kant op aan het filmen. Dus die hadden we ook niet. Maar die hebben we wel uitgezonden, die wedstrijd. Dus 2-2 zonder doelpunten. En zo was ik in die tijd ook. Ik was een wedstrijd met doelpunten die je niet te zien kreeg. Beetje chaotisch, maar wel een goede leerschool. Ja, was echt een mooiste tijd. Oké, we gaan er even naar kijken met jou goed vinden. Ja. Dankzij de regionale, die heette Oog, hè? Omroeporganisatie Groningen, dat. Oog. Ja. Ja. Uit het oog, in het hart. OOG, dankzij de regionale omroep kunnen wij u deze beelden laten zien van een hele jonge Wilfred. Heren, bedankt. Een hele goede avond. Hartelijk welkom. Dit is Oogsport, het lokale sportprogramma voor de stad Groningen. Goedenavond, hartelijk welkom. Heeft u dat nou ook wel eens, zo'n weekend waarin alles tegen zit? Je gaat op zaterdagmiddag naar de winkel en je bent net te laat, net na 5, dus je kunt geen eten halen voor het hele weekend. Je had een pizza en je rijdt met die pizza op je fiets naar huis toe en dat pizzavocht loopt eruit, het loopt allemaal over je kleren. Je voetbalt op zondag met je team, het team speelt dramatisch slecht, jij ook. En je man bereidt 2 doelpunten voor. Er wordt bij je ingebroken, ze jatten zo'n beetje alles, aan apparatuur en ook aan persoonlijke bezittingen. Kortom, alles zit tegen. Nou, zo'n weekend had ik dus afgelopen weekend en noem het onprofessioneel, maar ik heb er toch een beetje last van. Ik zal toch proberen de uitzending zo positief mogelijk te maken, maar u bent gewaarschuwd bij deze. Een hele goede avond. Gisteren zaten zo'n 30 supporters van de FC Groningen van, nou pak er beet, zondagochtend 7 uur tot zondagmiddag 1 uur of 5, zo achter een hek. Maar uiteindelijk een wedstrijd te kijken tussen Groningen en een Cambuur in Leeuwarden, die het aanzien beslist niet waard was. Ongelooflijk. Maar misschien op zich een record, mensen zo lang in een supporterskooi. Misschien moet er even contact opgenomen worden met het Guinness Book of Records. Komt er misschien toch nog een wedstrijd, een winnaar uit de wedstrijd Leeuwarden tegen Groningen. En Darby. Toch was je al aardig breedsprakig. Meestal zijn de Groningers en de Friezen die zijn niet zo scheutig met woorden. He, die zeggen dan bijvoorbeeld, heb ik al eens gehoord, kom minder. Ja. En dat is een beetje het hoogste compliment wat je kan geven. Maar jij kletst 5 uur. Ik zou dit zeggen, daar heb ik nog steeds wel last van. Ik praat ook te snel. Het wordt nog vaak verweten, ook bij voetbalwedstrijden, dat ik zo snel ga praten. Ja, maar er gebeurt ook veel in zo'n wedstrijd. Ja, dat sowieso. Maar als je het aankondigt, moeten mensen ook... Kijk, ik zit met mannen van in de 80 zit ik aan een tafel bij Voetbal in Zeit. Dus dan praat ik vaak iets te snel. Dus dan moet ik ook wat rustiger. Je brengt ze ook altijd naar huis na aflopen, hè?
Dat is mooi. Ja, even zo met de auto inderdaad. Ja, je zag trouwens dat ik daar nog geen kapper had. Hè? Dat, nee. Nee, is ook opgevallen. Het stond je goed. Ja, we vonden het leuk. Nou, de dames die zijn toch wel, hè? Ja, ze hebben gecharmeerd, hoor. Oké, nou, dat zit wel goed. Oké, ik weet wat we doen. Wat zegt... Lieke, een van de regels in de showbiz, en ik denk dat jij die regel heel goed begrijpt, is dat wat er ook gebeurt, blijven lachen. Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Had je dat toen al geleerd bij die soep? Dat is later toen vond ik lachen ook al leuk, maar dat is later nog erger geworden, denk ik. Ja. Alleen Lieke, je kan natuurlijk ook een beetje te veel lachen. Absoluut, daar heb ik wel eens last van, denk ik. In comedy is dat niet erg als je een beetje lacht, maar in serieuze scènes waar we eigenlijk niet op de lach zitten te wachten, moet je hem een klein beetje inhouden. Ja, ja, dat klopt. En ik doe op een scène, dat is nogal dramatisch, er staat een man voor de deur. Het is die Belgische acteur. Christophe. Speelt Nick in de serie. Ja. Ja. En die belt aan. Ja. En die komt met een foto. Oh, en jij komt niet meer bij. Ik vind het een beetje gênant. Ik voor hem ook. Want hij denkt dat je om hem lacht. Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Maar wat ging er fout? Hij komt eraan met een foto. Van mij zo groot. En het is zo'n gruwelijk lelijke foto. En iedere keer dat die deur opengaat, moet ik eigenlijk denken van... oh, wat bijzonder dat lief dat je dat gedaan hebt voor mij. Ja, ja. En hij komt geloof ik ook met een tekst van... ik had hem eigenlijk boven mijn bed willen hangen. Iedere keer als hij dat zegt... nou, dan denk ik weet niet wat er met jou mis is. Maar ik zie toch echt een soort Miss Piggy daar. Dus ik zou dat nooit boven mijn bed willen hangen. Dus ik pies iedere keer bijna mijn broek. Uit goede tijden, de avonturen van Lee. Oh, kom je door? Sorry. Take 1. Wat kom je doen? Oké. Als je hem niet mooi vindt, dan hang ik hem wel op mijn kamer. Maar ik zou het leuk vinden om af en toe in het echt te zien. Zal ik iets anders doen of zo? Ik denk dat het aan hem ligt. Dat dacht hij. Het is zo lelijk. Ik zou het leuk vinden om je af en toe eens in het echt te zien. Ik kan me voorstellen. Mooi lijst. Dubbel eigenlijk, maar... oh. Ben je voelt hem ook bij jou? Ja. Nee. Even over vorige week. Ik heb je nooit oversturen gemaakt. Nou, ja, je mooie praatjes gaan maar voor je, want... er zit niemand op te wachten, hè? Wil je nou alsjeblieft opstaan? Nou, volgens mij heb je hier niets mee te maken. Oh ja, ik heb hier dus alles mee te maken. Wegwezen. Zo. Wat doe je nou? Ik ga ze excuses aanbieden. Ik meen met herinneringen. Oh, nu is het echt wel leuk geweest, hoor. Oh, weer man. Het wordt behoorlijk gênant. Gênant? Het wordt behoorlijk gênant. Het ging gewoon echt niet. Nee. Ik heb er wel eens vaker last van, maar dit was wel heel extreem, hoor. Kan ik je vertellen. Ja, maar op een gegeven moment denk ik dat je zo'n stadium hebt... dat je denkt van, nu kan ik niet meer lachen. En dan ga je weer. Juist. Juist, want je weet dat het zo ontzettend dom is als je weer in de lach schiet. En je weet dat iedereen staat te wachten. Is dan natuurlijk niet alleen er op zo'n set. En je denkt gewoon, oké, nu ben ik echt heel serieus. Zo ga ik de scène. Oké, sorry jongens, het is echt heel gênant. Ik stop nu echt. Het is klaar. Soms zeggen ze wel eens, je moet aan iets naast denken. Nou, ik heb iedereen laten overlijden in die scène. Dat is heel erg. In mijn hoofd en dan dacht ik weer, die is misschien dood of die is dood. Zo. En dan beet ik weer heel hard op de binnenkant van mijn lip. Het hielp allemaal, het was een drama met die scène. Ja. Het was echt heel gênant. Ja. Wilfred, deze hebben we al eens laten zien, maar het is ook een hele mooie. En dan komen we dan gelijk terecht bij jouw, zeg maar, tweede werkgever. Want je hebt er meerdere, je schrijft nog columns
ook. En je doet nog van alles. Maar RTL Boulevard. We hebben hem uitgezonden een hele tijd geleden. En ik vond het zoiets moois. Maar serieus, image gaat hier helemaal verdwijnen hè, op dit moment? Geeft niet. Dat bouw je wel weer op. Okay. Je bent nog jong. Heeft een jaar gekost dit. Nee, dat maakt niet uit. Op vele verzoek nog één keer dat prachtige moment uit RTL Boulevard. Als zij denken, nou eventjes ontspannen. Dit is nu reclame. En jullie hebben veel reclame. Dus tijdens de reclame kan je wel twee keer het lied van Frans Bauer zingen. Op vele verzoek. Bram Moskowitz belt iedere dag. Nog een keertje. Heb je even voor mij. Voor mij. Dit komt er allemaal op, hè? Dat begrijp je. Even voor mij. Leuk niet. En we beginnen. Wat een lekker zo lang commercial break hebben, hè? Kunnen we nog een keer draaien? Heb je één tot voor mij? Maak dat ding voor me vrij! Morgen is er nu. Zeg me wat ik moet doen, want ik wil toch die zoen. Ik leid wel. Oh, hey. Zo, dan gaan we even de penis hebben. Heerlijk, hè? Ja, echt geweldig. Zo'n plezier spreekt eruit. En het is natuurlijk, je ziet daar zo'n advocaat door het beeld gaan. Maar het is een feest dit, hoor, om te doen. Dat zie je nu ook buiten beeld. Ja. Maar in beeld is het ook geweldig. Iedereen heeft er zoiets bij. Als je er zit, het is zo leuk om te doen. Ja. En dan krijg je dit soort situaties. Ja. Nou, en die Bram is echt gek, hoor, ze nu en dan. Het is een hele, lijkt een hele serieuze man, maar... Nee, het is slecht schijn. Maar ik denk toch dat hij toch een beetje... Als hij nou voor de rechtbank staat in zo'n, hoe heet zo'n toga? Toga. En tegen zegt, tegen een lachbare, heeft u even voor mij. Dan... Nens, als je dit zo ziet, dat plezier met muziek. Ja. Gaat jouw muziekhart dan sneller kloppen? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, natuurlijk. Ja. En treed je nog wel eens op? Zing je nog wel eens? Nee, liever niet. Waarom niet? Nee? Nou, doe maar presenteren. Ik wou niet zeggen dat gaat me beter af na vandaag, maar ik vind het wel leuk. Maar los van beter of succes of wat dan ook, dit is toch heerlijk om te doen? Jawel. Maar ik zing denk ik nu op het moment meer lekker in de auto met mijn lievelingscd'tjes mee dan dat ik mijn eigen liedjes moet verkondigen. Even kijken. Wij hebben van jou, dat is uit Lingo, dat is heel erg leuk. Daar heb je het op een gegeven moment over Wouter de Typer. Wouter, de type, ja. Wie is dat? Nou, het is heel leuk. Ik sta zeg maar hier en waar jij zit, daar zit de type, de computerman. En die tikt dan al die woorden heel snel in. Die hebben een koptelefoon op en of zij horen de woorden beter of ik, dat ligt eraan. Maar daar zijn de meningen nog wel eens over verdeeld. Jij bent ook alert. Hè? Ik probeer alert te zijn, maar soms blijk ik achteraf stokdoof te zijn. Dus, ja. Maar dan moet je wel snel kunnen typen, want wat zij daar zeggen moet gelijk in beeld. Maar soms gaat het heel snel, soms gaat het radicaal mis. Tikken ze heel wat anders dan wat er gezegd is. Het is echt af en toe... Ja, ja. Maar je red je er aardig uit. Oh. Geen blad voor de mond. Nens en Wouter de Typer in Lingo. Oeps. Niveau. N-I-V-E-A-U. Nukken, N-U-K-K-E-N. N-U-K-K-E-N, Wouter. Ja, ik zag die even bijkomen, ik denk... Waar raad hij, hoor. Het was nukken, niet neuken. Het klonk wel zo, Timo, moet ik echt eerlijk zeggen. Ja? Eerlijk is eerlijk. Schitterend. Kan bijna roepen, hoe laat?
Ja. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Ja, maar met dialecten, hè? Natuurlijk. Mensen met dialecten zijn natuurlijk niet zo goed te verstaan. Maar zijn die dan neuken of neuken? Nee. Ja, hij zei neuken, maar ik verstand nou, rustig aan. Oké, okay, nou, we hebben het nu gehad, ja. Tot niet. Lieke, zou jij met Nens bijvoorbeeld willen ruilen? Spreekt het je aan wat zij doet? Ik vind het heel leuk, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg tevreden ben met de dingen die ik doe. Je bent een tevreden meisje. Ja, dat absoluut. Is heel belangrijk. Ja, absoluut. En Nens, zou jij met Lieke willen ruilen? Voor een dag gruwelijk in de lach in een rolstoel lijkt me geweldig. Ja, dan ga ik plat, dat doe ik zo. Leuk ja, met Christel. Zij, zoals zij in een rolstoel zit, is het zo. Ja, ja, zou ik doen. Ja. En Wilfred, zou jij met Nens willen ruilen? Nee. Nou, niemand wil met me. Moeten we het eruit knippen of niet? Dat ik het opnieuw doe? Nee. Lieke, we gaan kijken naar iets wat jou heel aan het hart staat en aan het hart ligt. Kom er ook niet meer aan. Dat komt als je ben veel je met mij ruilen of niet? Nee, ik ben met jou niet ruilen. Ga kijken naar af en toe een versprekinkje bij goede tijden, slechte tijden. Vind je het vervelend dat hij hier is? Nee, maar Mila wilde niet meer hier komen. En ik kan moeilijk naar hem toe gaan op die kamer met die rottrap daar. Ja, dat dacht ik rol. Als ik had gedaan wat hij heeft gedaan, dan had ik niet zo lang getwijfeld ja, op die kakkerrand. Nou weet ik het wel. Het is gewoon een lafaard, een soort kut. Monster. Zonder ruggengraat. Hij kon er niet opkomen. Nee, nee, hier, ja. U kunt gaan zitten. Nou, ik blijf liever zitten. Als deze ingeluid aan het werk wordt, ja, zit er in staat. Kan ik iets voor je doen? Nou, misschien dat je me kan helpen met mijn tekst. Je kunt hem toch meenemen naar kantoor? Zet je hem naast je stoel neer? Ja, dat is een goed idee, zeg. Kan hij me helpen met het schrijven van die speech voor Westerhof? Ik kan hem niet elke dag, of bedoel, weer kut. Dat zal ik nooit zeggen, hoor. Ik kan hem niet nog een keer de hele dag om me heen hebben. Had dan even nagedacht voordat je dat aan het aan Gods... Sorry. God mag tot op zekere hoogte zeggen. Schattig, hè? Ellen. En Wilbert, niet Wilfred, maar Wilbert. En die zijn zo pedagogisch bezig met de kleine kinderen. Ja, voeden graag kinderen op. Ja. Ja. We springen van de tak op de hak van jou, Nens. Ja. Jij ging het Songfestival doen. Ja. Een hele serie programma's op weg naar het Songfestival. Dat is toch weer heel even iets anders dan de routine die je gewend bent met Lingo. In Lingo heb je zoveel vaste zinnetjes die eigenlijk de hele dag door terugkomen. Daar ben je inderdaad aan gewend. Dus daar kun je bijna geen fout meer. Automatische piloot vaak. Precies. En dit was veel uit het hoofd leren. Kaartjeswerk. Maar dan hup, de camera loopt en roep het maar. En meestal de lange teksten gingen soms redelijk goed. En de korte zinnetjes waren heel moeilijk. Ja, ja. Met veel plezier gaan we er nog even naar kijken. Het was niet altijd makkelijk, maar Nens op weg naar Songfestival. Ik heb dit namelijk natuurlijk weer allemaal niet voorbereid, hè? Is het Alf Pooier? Pooier. Ik kan Pooier zeggen. Alf Pooier. Elf Pooier. In 2001 kwamen ze toch dicht bij de overwinning. Ze werden namelijk derde met het nummer... Goed nummer. Johnny Logan is met 3 overwinningen toch wel, volgens velen, een fijne vent. Johnny Logan is met 3 Songfestival overwinningen één van de grootste helden aller tijden. Nee, dat is ook niet leuk, hè? Tip 3. In 1974 deed de Maastricht Manier... Wat een kutnaam, man. Kijk. Dat is een kutnaam. Maar in Nederland deed het ook heel erg goed. Wij hadden namelijk... Die hadden wij ook alweer. Vicky Leandros won in 1972 met Après Toi. Was dat zo? We werden namelijk vierde met Sandra en Andras, maar als het om de liefde gaat. Sandra en Andras. Met Isa Cohen en Abani. Abani B. Ik ben B. Ik ben B. Tip 3. Absoluut een Songfestival klassieker.
werd 1972 was het. In 1972 won Luxemburg met de zangeres Vicky Leandroes. Luxemburg? Leandroes. Dat ging goed, hè? Ik was leuk. Iedereen viel voor de 16-jarige Gigliola Cinquetti. En dat is het jaar waarin Bonnie Sinclair weer tweede werd in het Nationale Songfestival. Het eerste was de Malimoe. De Malimoe. Uitleggen. Wat zeg je? Ja, dit is ook wel leuk voor kandidaten die ook nog bij Lingo komen. Ik zit heel vaak zo te doen. Ja. En dat vinden mensen raar, maar mijn oor klappert altijd. Sorry. Dus dan ben ik aan het klaren. Maar dat, ik weet zeker dat jullie wel een half uur lang... Dat moet gewoon. Je oor klappert? Ja, mijn oor klappert. Dan hoor ik ineens mezelf in mijn hoofd. Dus dan moet je mee terug naar de garage. En dus dat zag er heel stom uit. Wij gaan ons opmaken voor de derde helft. Dus blijf bij ons. Wilfred blijft ook bij ons. Johan, rustig. Want straks gaan we ook nog shirtjes wisselen. Tot zo. Loterij Live zit deze maand weer vol verrassingen. Hey, wat zijn ze heet? Ja, hè? Moet je voelen. Wat wil je onder die lamp? In de studio, maar ook voor u thuis. Want er is weer een gloednieuwe jackpot. Och, jezus! Ongeluk! Wie? Dromen worden werkelijkheid. Spectaculaire lookalikes laten hun gezicht zien. Wat vindt u van hem? Schoonmoeder. Spijt van, hè? En pestkoppen worden genadeloos afgestraft. Loterij Live. Dinsdag om 8:30 bij RTL 4. Straks bij RTL 4 een gevaarlijke situatie voor Catherine in CSI. Na, laat ze maar lachen. Welcome back. Hartelijk terug bij Laat ze maar lachen. En ik hoop dat u het leuk heeft bij ons vanavond. Nou, Wilfred heeft de avond van zijn leven. Die zit tussen Mieke en die zit tussen Nens. We zijn al zo snel nu aan de laatste rubriek toe. Wie het laatst lacht, lacht het best. En daar is de bedoeling, dat weet u, dat onze gasten allemaal iets meenemen waar ze zelf vreselijk om moeten lachen. Lieke, wat heb je meegenomen? Nou, ik heb zelf Kids for Animals gepresenteerd. Een programma waar dus ook wel eens wat in kan gebeuren met dieren. Want die zijn natuurlijk altijd lekker onvoorspelbaar. Ik kan daar zelf altijd erg om lachen. Omdat ik weet dat de crew er ook niet op rekent als er iets fout gaat. En ik vond dit een heel grappig iets. Nou, we gaan kijken. We zijn benieuwd. Super. Heel goede lied. Later, ja, heerlijk. Het is zo'n microfoon in die, om de wind tegen te gaan. Precies. Heeft hij een soort vacht is het, hè? Bescherming. Laag, ja, maar het lijkt wel op een heel leuk ander ottertje. Dat vond, vond deze ook. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Liek. Hele goede. Ja. Wilfred. Ja. Ik heb iets meegenomen van een collega van mij. Ik heb voor verschillende zenders gewerkt. Sport 7, SBS6... Kanal Plus, zo kan Kanaal Plus, kan nog een tijdje doorgaan. En bij Kanaal Plus werkt Siert de Vos, de beste filmpjesmaker van Nederland. Maar Siert doet ook zo nu dan verslaggeving langs wedstrijden, bij wedstrijden langs de lijn. Of als er kampioenschappen zijn. En 3 jaar geleden was PSV kampioen geworden en Siert had alle interviews gemaakt. Ja, ik weet het nog. Ja, oh, dat komt hard aan, ik weet het bij je inderdaad. En toen moest Siert op een gegeven moment nog wat interviews maken, was klaar. Dacht hij, en toen is hij met PSV op de platte kar door Eindhoven meegegaan. En op de platte kar stond een hele grote tap. En Siert is met Erik Gerrits aan de tap gaan staan en was 16 bier verder. Toen hij het verzoek kreeg om toch nog even een interview te maken op het podium van het stadhuis. Met Ruud van Nistelrooy over het kampioenschap. Oh jee. En dan moet je vooral op het gezicht van Ruud van Nistelrooy letten. Die ook denkt, wat heb ik hier nou mijn fiets hangen? Siert denkt dat hij nog makkelijk interviews kan maken. De werkelijkheid bewijst toch iets anders volgens mij. Hij had er niet meer op gerekend. Dat hij had er niet meer op gerekend. Aan de bak. 16 bier verder. Diepte-interview. Okay. Nou, we gaan kijken. Ja. Siert de Vos in de melee van het kampioenschap van PSV. Dus nog even aandacht voor de Nederlandse kampioen, PSV.
We hebben vandaag al uitgebreid aandacht aan besteed. We doen dat nu voor de allerlaatste keer. Nog één keer Siert de Vos, ditmaal in gesprek met Ruud van Nistelrooy. Ergens op een podium, ergens in Eindhoven. Je ziet dit buitenlands voetbalprogramma nu al. Hoezo? Ja, omdat wij dat nu uitzenden. Volgend jaar zit je elke week in ons buitenlands voetbalprogramma. Nou, dat zou wel goed zijn. Doet het pijn om afscheid te nemen? Zeker, ik heb een goed gevoel, een heel goed gevoel bij deze mensen allemaal. Dus. Ja, een beetje pijn wel. Het gaat over jou. Het gaat over Ruud van Nistelrooy. En die krijgt de microfoon. Dat was van Nistelrooy, dat was van Bommel. Denk je niet elke avond, als je in bed stapt, dit is een droom? Hij zit zo'n lappende mannetje. 2 jaar achter elkaar. Ja, maar ik bedoel, je niet hier kunnen staan, dat kunnen nog meer, maar dadelijk in Manchester kunnen staan. Ja, maar dat denk je nu absoluut geen seconde aan. Ik bedoel, dit is zo intens. Ja, dat is niet normaal. Zeg geen woorden voor. Goed. Bedankt dat je er voor ons was de afgelopen jaren. En vergeet ons niet de komende jaren. Dan staan we er elke week weer te wachten op de famous Ruud van Nistelrooy. Oké, ook zijn allemaal volgen. Laatste bijdrage van Siert de Vos. Van wie wij het voeren hebben, dat we nog even zo niet even verkeerd. Ja, ja. Je moet je dus voorstellen, de eindredacteur had geen gelegenheid om die band te bekijken. Dus die band kwam binnen, die werd onmiddellijk in de... En ik zat dus met Wim Kief te kijken, wij kennen Siert een beetje. Dus we weten als hij gedronken heeft, dan gaat het niet zo goed. En toen riep de eindredacteur in ons oor, niet lachen, je mag niet lachen. Ja, doe alsof er niks aan de hand is. Ja, ja. En die Kief die kon niet meer in beeld komen, die lag gewoon onder de stoel. Die hebben gewoon niet meer in beeld gelaten. Oh, en die Ruud die bleef ook netjes, hè, Ruud van Nistelrooy. Ja, hij had zo'n kegel, dat kon echt niet. Ja, 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 fantastisch. U bedankt voor het kijken. Nee, we zijn er bij Nen, sorry. We hebben Lieke gehad en Wilfred. Nens, wat had jij nog meegenomen voor wie het laatst lag? Ja, leuk. Ik hou van dubbelzinnige humor, maar hoe droger, hoe liever is ook goed. Hè? Helemaal leuk. Nou, tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje, dus je kan als je aan het bellen bent lekker weglopen. Maar er is ook nog een tijd weg geweest met telefooncellen en toen ging dat niet. Telefooncellen? Ja. En daar heb jij beelden van? Heb ik beelden van. Daar gaan we nu naar kijken? Ja, is leuk. Daar gaan we nu naar kijken. Ja.